vandaag een Turkse muts gemaakt. En die hebben we opgemaakt met allerlei krabbeltjes. Nee. Ik weet niet hoe die dingen heten. Dit is het idee. Dit is het idee. Je maakt, hoe heet het? Je maakt die Turkse muts, die hal je helemaal uit. En dan komt er een stukje oase in. En dan ga je hem leuk maken met, ik weet niet hoe het ding heet, maar het is gipskruid en appeltjes en lampionnetjes, blad. Nou, en zo krijg je een heel mooi bloemstukje. Oké. Nou, is dat goed? Dat is heel mooi, maar wat is nou een Turkse muts? Dat is, hoe heet dat? Dit ding. Dat is een... Een pompoen. Een eigenhouden pompoen. Okay. En dan komt daar wat spul uit en weer in. Ja. En dan is het... Oase. En dan is het prik. Hoe lang kun je dit thuis hebben? Je kunt het thuis bewaren. In de koelkast. Hoe lang? 14 dagen. 14 dagen. En dan kun je het ook eten nog? Nee. Maar je kunt wel weer opnieuw iets inmaken. Oké. Okay. 14 dagen dan kan. Goed. Weet je maar genoeg? Ja. Dank jullie wel. Alsjeblieft.